Ik ben Natalia Manuels en binnen dit project, dit kader, is me gevraagd om de trip naar het Tapanahoni gebied te coördineren. Ik was de programmanager bij de Suriname Conservation Foundation. De Suriname Conservation Foundation is opgericht in het jaar 2000 om voornamelijk biodiversiteit in Suriname te promoten, te behouden, te conserveren. We zijn een financieringsorganisatie en we financieren projecten die te maken hebben met het behoud van de biodiversiteit in Suriname. Als ik zeg behoud van de biodiversiteit, heeft het verschillen, kunnen we het onderverdelen in verschillende thema's. Dat zijn projecten die te maken hebben met water, bossen, alles dat in de bossen is, dat denken we voornamelijk aan de non-timber forest products. Dus bijvoorbeeld de oliën die mensen gebruiken, bijvoorbeeld maripa-olie, awara-olie, amana-olie. Dat zijn allemaal producten die geëxtraheerd, gehaald worden uit de bossen. Dit veldbezoek is eigenlijk op uitnodiging van het kabinet van de Gramang, waarbij ze de organisatie hebben benaderd om in feite zichzelf te komen oriënteren. Zelf kennis te maken met de dorpelingen, zelf de problemen aan te horen en te kijken op welke manier we ondersteuning kunnen geven aan initiatieven die er al zijn of die in de toekomst ontwikkeld kunnen worden. Met dit eigenlijk veldbezoek beogen we meer bekendheid te geven aan de organisatie, maar daarnaast ook nog te kijken op welke manier projecten of projectideeën die er leven onder de gemeenschappen te kunnen financieren. Natuurlijk moeten het wel projecten zijn die in lijn zijn met onze doelstellingen. We zijn, het kantoor is gevestigd in Paramaribo, maar we kunnen projecten financieren over geheel Suriname. Dus de organisatie is toegankelijk voor elke organisatie in Suriname die zich kan terugvinden in onze doelstellingen. De Suriname Conservation Foundation is telefonisch bereikbaar, is ook via e-mail te bereiken en ook via Facebook.